aan tafel Leonor Jouet en Peter van Amerongen junior van G. Ragges en Zonen Schoonmaakbedrijf. Goedemorgen. 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 Leonor, je bent hoofdpersoneel en organisatie, maar je doet nog veel meer, hè? Ja, ik ben onder andere ook verantwoordelijk voor de certificeringen binnen Ragges. En we zijn een professioneel schoonmaakbedrijf en dat tonen we graag aan onze opdrachtgevers, onder andere door de 4 certificaten en keurmerken die wij voeren. De eerste 2 komen uit dezelfde familie, dat zijn ISO-certificeringen. ISO 9001, die heeft betrekking op de kwaliteitszorg binnen Ragges. En ISO 14001 heeft te maken met milieuzorg, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast hebben wij een VCA-certificaat. Dat is belangrijk omdat wij naast het algemeen schoonmaakonderhoud ook veel technisch schoonmaakonderhoud inzetten. De coating, de roltrapreiniging, dat soort werkzaamheden. En het is natuurlijk heel belangrijk dat onze medewerkers die werkzaamheden veilig kunnen verrichten. Maar ook dat voor de omstanders die werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. En dan misschien de belangrijkste wel, dat is het OSB-keurmerk. Dat is een brandspecifiek keurmerk, bestaat sinds 1 januari 2013. En zolang hebben wij dat keurmerk ook al. En dat verzekert onze opdrachtgevers dat zij samenwerken met een betrouwbaar schoonmaakbedrijf. Er zijn nogal wat risico's voor opdrachtgevers in een samenwerking. Bijvoorbeeld de wetketen aansprakelijkheid. Wanneer een schoonmaakbedrijf niet netjes premies en belastingen afdraagt, kan uiteindelijk de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk gesteld worden en boetes ontvangen. Maar ook bijvoorbeeld de legaliteit, de controle daarop van onze medewerkers, dat zij legaal mogen werken ook. Die is heel belangrijk en door middel van dit keurmerk tonen wij aan dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. Je hebt ook nog een beleidsteam. Hoeveel mensen bestaat dat uit? Nou, Peter junior en ik maken onderdeel uit van het beleidsteam. Maar ook mijn collega's Chantal en Monique en natuurlijk de directie, Peter en Gitta. En wij zijn wekelijks bijeen om aandacht te besteden juist ook aan de strategie van onze organisatie. Waar willen we naartoe? Welke veranderingen willen we doorvoeren? Welke accenten willen we leggen? En daar hebben we een intensief overleg over. Peter, hoe lang zit jij bij Ragges nou? Nu enkele jaren. Ja, van origine heb ik een accountstudie gedaan. En ik ben nu enkele dagen in de week ben ik ook actief binnen Ragges. Enerzijds om mijn vader, de financieel directeur, te ondersteunen en langzaam maar zeker wat taken van hem over te nemen. Maar Leonor zegt het ook juist. Ik maak ook deel uit van het beleidsteam. En wij hebben onze visie ook op papier gezet middels het beleidsplan voor de aankomende 5 jaar. En belangrijke kernwaarden hierin waren toch wel een stukje verscherping nog van de service convenience. De manier waarop wij altijd dat stapje extra willen leveren. Leonor heeft er wat vaker wat over verteld. Maar ook aandacht voor een stuk verjonging van onze organisatie. Ik heb bovendien een belangrijke functie voor onze werkzaamheden op Schiphol. Ik zit in verschillende commissies, werkgroepen en ik geef sturing ook aan de operationele leiding van onze werkzaamheden daar. En ik ben verantwoordelijk voor een stuk digitalisering en automatisering. Dat is hier, hè? Dat staat onder andere daar. Dan kun je denken aan software, je kunt denken aan hardware, je kunt denken aan een stuk apps. Maar belangrijker nog, een stuk digitalisering, automatisering richting onze opdrachtgevers. En hier communiceert de klant mee, zeg maar? Ja, onder andere, dit is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is het review-traject. Daar heb ik al eens eerder wat over verteld. Puur geënt op het stukje bevorderen van een stuk proactiviteit en een stuk meedenken, meewerken met de klant. We hebben een speciaal team, die loopt bij onze opdrachtgevers rond en die signaleren zaken. Vanzelfsprekend kijken zij naar zaken als schoonmaak, maar ze kijken veel verder dan dat. Ze signaleren in principe alles waarvan zij denken dat het voor verbetering vatbaar kan zijn. Dat kan veiligheid zijn, brandblussers, misschien schilderwerk, een stukje good housekeeping. En dat rapporteren zij richting de klant via een beveiligde website. Aan de hand van een foto, want dat zegt toch vaak het meest, een korte omschrijving. En omdat het met elkaar verbonden is, kan een klant ook direct reageren. Het plaatje wat u net aanhield, dat is ons klantenportaal. Via onze website kunnen al onze klanten inloggen. Die komen op een eigen persoonlijke pagina. Dat heeft in eerste instantie een archieffunctie. Want ze kunnen contracten inzien, de facturatie. Maar belangrijker nog, ze kunnen direct met ons communiceren. Dus ze kunnen opmerkingen plaatsen, incidenten melden of zelfs klachten uiten. En dat, omdat dat direct zichtbaar is, zowel bij ons op het hoofdkantoor als zowel bij onze leidinggevende via een tabletcomputer, zijn we ook in staat daar veel sneller op in te spelen. Leonor, zeg maar de communicatie met de mensen zelf, hè, die bij je werken. Ja, nou, ik ben natuurlijk gewoon om in de uitzending een innovatie te behandelen. En dit keer heeft hij dan geen betrekking op onze schoonmaakdienstverlening, maar hij is gericht op onze medewerkers. Het is voor ons natuurlijk zo dat wij onze medewerkers wat minder vaak op het hoofdkantoor zien, omdat zij bij onze opdrachtgevers aan het werk zijn. Maar we vinden het wel heel belangrijk dat zij zich ook echt een onderdeel van de Raggersfamilie voelen en die binding hebben met de organisatie. Daarvoor heeft Peter junior deze app ontwikkeld.
En die heeft eigenlijk verschillende functies. We kunnen natuurlijk heel makkelijk nieuwsberichten communiceren en informatie geven. Maar bijvoorbeeld ook op het gebied van de milieuzorg, maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen we allerhande tips geven over hoe onze schoonmakers daar ook in hun werkzaamheden een bijdrage aan kunnen leveren. Maar ook met betrekking tot het aspect veiligheid, de VCA die ik net noemde, zijn allerhande protocollen en bepaalde checklists die doorlopen moeten worden. En die kunnen we heel goed in deze app opnemen, waardoor ze heel duidelijk en inzichtelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld de LMRA die onze medewerkers moeten lopen. Daar kan Peter over vertellen hoe dat via die app heel makkelijk werkt. LMRA. Dat staat voor laatste minuut risicoanalyse of last minute risk analysis. Kijk, onze medewerkers werken op elke denkbare plaats. En zeker als je te maken hebt met routinematig werk, dat je het vaak doet, is het goed als een medewerker af en toe checkt of hij zijn werkzaamheden of haar werkzaamheden wel op een verantwoorde en veilige manier kan uitvoeren. Voor zichzelf, maar ook vooral een stukje voor de omgeving. En een LMRA is een korte checklist, daar zijn ze niet lang mee bezig, ik denk 10, 15 seconden. Maar ze gaan net even een aantal vragen door, waardoor zij er zeker van zijn van, joh, ik kan veilig met mijn werkzaamheden starten. En kijk, een andere knop die erop zit, is bijvoorbeeld de reviewknop. Nou, ik had net al wat verteld over het signaleren aan de hand van foto's. En via deze knop kun je heel makkelijk een foto maken, opmerking plaatsen en die doorsturen. Jullie zijn nog genomineerd, begrijp ik? Ja, we hebben vorige week fantastisch bericht ontvangen dat wij genomineerd zijn voor de Best Practice Award. Jaarlijks nomineert de Codecommissie Verantwoordelijk Schoonmaakdienstverlening. Nomineert 4 organisaties. En wij zijn heel trots dat wij samen met de luchthaven Schiphol, VFM Facility, Experts en onze collega bedrijven Acito, ISS en Hago voor deze award genomineerd zijn. Okay. En 26 januari horen we of we die ook werkelijk winnen. Kom dat dan maar eens even vertellen. Daar kom ik graag voor terug. Okay, bedankt voor het gesprek. Wilt u meer informatie en u kunt ook de website bezoeken, dan vindt u alle informatie op onze internetsite. Bedankt.